Dikke Juke, de 9-1 kijkers, wow, met zo'n kanon, een 900 cc die hebben zien. Daarmee maakt hij gewoon de wheelies, een machine die in de winkel bij Lemmens Motorsport voor de prijs van ongeveer 14.000 euro te koop is. Ik hoorde straks iemand zeggen dat is erg goedkoop, want een BMW kost al gauw een duizendje of 18, 19. Ja, en dat betekent dat zo'n KTM prijstechnisch gezien en zeker zo goed is als dat andere merk wat ik zojuist noemde. Ja, voor 14.000 euro's, dan heb je echt een kopje, zo'n 990cc KTM Juke. Ja, u mag klappen voor hem. Hij kan het allemaal, onvoorstelbaar. Niet te geloven. Olivier Ronshammer uit Duitsland. Hij hoort niks, zegt hij. Hij wil jullie horen. Maar ik ben blij, want kijk, Olivier die laat ook maar gek doen met die motor, want die is ook van KTM trouwens, dat vinden we niet zo erg. Die weet dat hij er stunts mee doet. Maar we zijn blij dat de X-Bow, of met de Crossbow, veilig aan de kant staat, want we kunnen volgend jaar weer een KTM-dag organiseren, Lemmens. We hoeven hem niet af te rekenen. Hier, Olivier. Ronshammer. Ja, nou is het wel zo, als u zo'n ding koopt, wordt hij bij Lemmens wel goed afgesteld dat hij niet zo vlot is, hoor. He, die? Goed wel even naar gekeken, hè? Want deze loopt niet lekker, hoor. Ja, is dat een beetje rijk afgesteld, denk ik. Kijk eens, kijk eens. Wow! Zou ik dat ook kennen? Ja, ja. Eddie, ja. Is toch niet te geloven. Ho, even binnendoor. Hoppa, even door het zand. Nee, ik probeer het maar niet. Heb ik mijn eigen voorgenomen. Nou, hij kan werkelijk alles op twee wielen. Onvoorstelbaar. Want wat is het gewicht van zo'n machine? Is dat ook bekend, Eddie, zo uit het hoofd? Bijna 200 kilo weegt deze Juke van de KTM, dus bijna 200 kilo. En ik kan u vertellen, dan moet u wel iets in de armen hebben. Wil je daar de capriolen mee uithalen, die Olivier Ronshammer hier laat zien aan ons. Wat gaat hij nu doen? Kijk eens, de beide benen. Oh, kijk eens naar de wheelie. Dat is vet. Dat is mooi. Ja, hij doet het maar gewoon hoor. Inderdaad, poeh. Kijk hem daar zitten. Dat is toch niet normaal. En dan gaat hij weer. Hij zegt dat jullie beter moeten gaan staan, jongens, om foto's te maken. Ja, ik doe het niet goed, zit hij. Dat zag je toch? Ja, ik ken alle talen, hoor. Behalve betalen. Kijk voor de foto! Ja, hey, nou had ik klaar moeten staan met de camera. Ik zei het al. Heerlijke man. En wat kan hij dat mooi? Is hij ook wel leuk? Even naar mijn dochters kijken. Is hij ook wel leuk? Ja. Oh, ze vinden hem nog wel knap ook. Heb je ook nog mee? Hoe oud is hij? Hallo, waar is die begeleiding? Waar is die begeleiding voor Olivier? Wie oud? Dat ga ik vragen, in mijn Duits-Engels. Dat ga ik vragen, even schouw oversteken. Die dames vinden dat een schöne man. Maar wat ze vragen meer. Wie oud is die? Hij is midden 30, dus dan kunt u het zelf invullen. Of hij is 35, of 34, of 36. Ja? Meer zeggen we niet. Hij is er een beetje moe van. Ja, u mag gerust een keer applaudisseren, hoor. Hij doet het toch wel allemaal voor u hier. En voor een aanvulling op de KTM-dag 2009. Olivier Ronshammer uit het Duitsland. Kijk eens, hier met die dikke 99 een pirouette maken op het achterwiel. Olivier Ronshammer! Kijk eens hoe gemakkelijk dat je dat allemaal doet. De man uit Duitsland, de stuntrijder van KTM.
Nog één keer, het scoren houdt met de 99 joke. En dit is hij. Hier, voor u, Oliver Rijkhammer! Ja, de fotografen vragen zojuist of ik even een sliding wil maken met mijn klompen. Even achter de KTM gaan hangen en dan skiën. Oh nee, ik denk het niet. Nee, ik ben er klaar mee met die lemmers, met zijn gekke streken altijd. Ja, het is goed met jullie. Ja, één keer maar. Hé, hey, ik heb deze klompen net nieuw gekregen. Nee. Nee, geen gekke dingen. Het is goed geweest. Ja. Nou, dit was hij. Oliver Rijkhammer, wij hopen dat hij mocht nog instappen, even bij Erik, om even mee te rijden. En Jan Lammers, nemen een eigen Stef Fido Dido, rijdt hij hier rond. De reclameman van 7